goedemiddag. We staan op de kermis in Arnhem Gelderdom en we gaan een rondje lopen. Ga je nu mee? En dan heb je als eerste attractie de Happy Farm van Van der Wiel. Is een mooi funhouse. Hij staat mooi in de looproute hier en hij heeft een kleine aanpassing gehad aan het front. Is eventjes in de led gezet. Erg mooi wat, hoe die eruit ziet. We gaan verder. Hebben hier nog Supermouw van Van der Voer. Die van de winter ook een hele mooie aanpassing gehad aan de bochten. Is er helemaal in led gezet en het naambord is er net gezet. Dat ziet er super gaaf uit. Leuk dat hij hier staat. En dan hebben we daar nog de Airways Buntie van Van der Voer, een katapult. En dan zijn we hier bij de Safari Strip aangekomen. Bij mij weten is de exploitant niet bekend. Leuke wip, mooi gedecoreerd. En dat ziet er leuk uit. Alleen jammer dat het rustig hier is op de kermis, want deze tijd staat stil. Dan hebben we hier nog de Happy Spider van Brunselaar Lutjes. Dus de spiderpoliep kwamen we ook al tegen in Tilburg. Mooi is de poliep naar mijn mening in dit soort. Leuk dat hij hier staat. Dan hebben we hier nog de zweefmolen van Duits Eckeboom. Een mooie nostalgische zweefmolen is dit. En dan hebben we daar nog de draaimolen van Duits Eckeboom. Ook een mooie nostalgische draaimolen met een draaiorgel erbij. Ja. En dan hebben we daar nog de Crazy Jumbo van Rolpers. Het is een Comax Plus Jumbo molen. Erg mooie molen in de zit. En dan hebben we hier de booster, mega booster van Bakker Meerveld. Het is een mooie booster. En hij heeft van de winter heeft de gondel in de led gezet. En op het podium staan er een aantal ledspots. Erg mooi. Hij draait hier voor 7 euro. Of 5. En dan hebben we hier nog de kinderachtbaan van Buelda. Het is een mooie kinderachtbaantje. Hey, kom me vaker tegen in Nederland. Mooi baantje is dit. Staat hier ook in Arnhem. Dan hebben we hier nog de bungee jump van Brunselaar. En daarnaast de cakewalk van Remer. Mooie lunapark is dit. Kom ook tegen in Tilburg. Bij elke attractie staat er een hygiëne-disinfectiepunt. Goed geregeld hier met het corona-gezeik. En dan hebben we hier nog de tornado van Van der Wiel. Heeft van de winter de grondels in de restyle gezet en in de led. Ziet er erg netjes en verzorgd uit. Deze zaal wordt ook mooier en mooier in al die jaren. Jammer dat deze stilstaat. Dan hebben we hier nog de kinderzeemolen. Mooie zeemolen is dit. Dan hebben we hier nog Kids Club van de Rampen. Een mooie kinderdraaimolen. Zo, dan hebben we hier nog Fun Factory van Van der Poorter. Een mooie attractie. Dit is een familieattractie. Dat is een aantal geleden, want dit een spookhuis. Mooi is de toegevoegd. We kwamen vorig jaar tegen een os. En hij heeft een verandering gehad, want binnen op de tweede verdieping in feite is nou iets moois met neonverlichting. Erg mooie zaak is dit geworden. En weer de minicars van Swinkels, een scooterbaan is dit voor de kinderen, een mooie baan is dit. Dan hebben we hier nog de KMG Wipeout, de Fireball van Stroeken. Deze is natuurlijk gebouwd door KMG, een mooie Wipeout. En hij heeft van de voorjaar een nieuwe toevoeging gekregen, een vlaggetje, ziet er erg mooi uit. Ik zou de onderuit hebben plaatsen in mijn review. Zo, komt ie! Let's go! Oh Jezus! Thank you.
nieuw wat? Ja, met mij zo. Want er mocht niemand van mij. Oh, kut. Komt-ie weer! We hebben los, baby! In de Rainforest Labyrinth van Brunsla, mooie glazen doolhof, komen we een aantal jaar tegen op verschillende kermissen. En dan hebben we hier nog de Trollokan, een glijbaan van Roels uit België. Ook een mooie glijbaan dat hier staat. Leuk dat hier staat. En hebben jullie zin in een kopje thee? Dat kan. Hier staat de tierkus van Vermolen. Een mooie tierkus dit. Gebouwd door Comax Plus. Hebben we hier nog de rustbaan La Papillon van Duitsers. Ook een mooie rustbaan is dit. Kom ik al tegen in Tilburg. Hier nog de Wipeout, een Madmill. Ik weet niet van wie die is, want er zijn er zoveel in Nederland, maar leuk dat hij hier staat. Hoppa, Ramelos baby! Flyer van Rai, een 40 meter hoge zweepmolen. Leuk dat hij hier staat, dat is nummer 1. Hebben we hier nog de Star Wars van Swinkels. Mooie Star Wars dit, van de winter is de ton veranderd, erg mooi hoe die eruit ziet. En hebben we hier nog Lost Escape Adventure van der Haan. Een mooie loopzaak is dit hoor. We gaan een keertje kijken de volgende keer of we hem gaan doen. Leuk dat hij hier staat. En daar zijn we weer in de discotheek. De Disco Jumper van Rai. Dit is een jumper gebouwd door Satori. En hij reist ook al een aantal jaren over de camping. Leuk dat hij hier staat. Vorige keer kwam tegen een Tilburg. Leuk dat hij hier staat. En hij wie nog de chaos van de Weert. Een KWG Afterburner 24 zit. Leuk dat hij hier staat. Alleen hij is mij te wit. Maar wel een kleurtje op de spot. Maar voor de rest een leuke mooie zaak is dit hoor. En dan hebben we hier de Dogham Penguin Party van Ekkerboom. Dit is de nieuwste oude scooter hier op de kermis onder Ekkerboom. Leuk dat hij hier staat. En dan hebben we hier nog Geister Villa van Sipkema Molenkraft. Kwam ook al tegen in Tilburg. En in Tilburg hebben ze de nieuwe pop. Het lijkt een beetje op Ruben Koets, vind ik. Er zijn er meerdere, maar ik vind het ook wel. Leuk spookhuis dit. En dan hebben we hier nog Jungle Cars van Brantelaar. Heel mooie bunkerbaan is dit. En daarnaast de Airways Bungee en dan zijn we geëindigd waar we begonnen zijn met de Happy Fun. Dit was dan de review. En dit was dan de review. Bedankt voor het kijken en tot de volgende kermis. Doei!